welkom bij het kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan wij een potje FIFA 22 spelen. We nodigen je dan uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Vandaag gaan we voor een klassieke wedstrijd. Vandaag starten we met Go Ahead Eagles tegen AZ. Eigenlijk zonde om binnen te zitten met dit weer. Maar goed, we begrijpen dat u deze wedstrijd niet wilt missen en wij ook niet. Van harte welkom dus allemaal op deze fijne voetbalmiddag. Voor het commentaar luistert u vandaag, trouwens ja, bijna altijd volgens mij, naar Sierte Vos, daar ben ik. En naast me zit Jeroen Guter met vandaag een wedstrijd in de Eredivisie. En het sfeertje zit er al goed in hier. Het spel gaat verder naar die redding. Kans op een schot, maar goed weggewerkt. Nou, het is echt de verdienste van de keeper, hoor. Dat ze niet zo vroeg al achterkwamen. Tegenstander neemt over. Een sluwe steekpaas. Nee, jammer. Deze aanval loopt stuk. Het bezoekende team staat bekend om de hoge druk. In plaats van af te wachten, jagen ze de tegenstander op. Dat kost veel energie natuurlijk, maar de tegenpartij wordt dan gedwongen om sneller af te spelen of om een actie te maken of om van achteruit de lange bal te spelen. En ze hebben de bal weer terug. Dit zou wel eens interessant kunnen worden. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Slim steekpaasje. Doelman ertussen, spel gaat verder. Deun Koopmeiners. Frederik Mietje. En nu wordt het oppassen. Er zit iemand tussen. Hij keert dat schot. De hoekschop wordt kort genomen. Paats tegengehouden. Hij heeft hem van zo dichtbij op het doel gewerkt. Oh, wat zat hij er goed bij, zeg. Snel, heel snel, bliksemsnel gereageerd op die inzet. Teruggelegd op een teamgenoot. Teun Koopmeiners. Gered door Haan. Die gaat erin voor AZ. Ik moet zeggen dat de doelman het in eerste instantie best goed doet, hoor. Hij redt op de inzet. Maar dan heeft hij niet veel geluk in het vervolg. Want de bal komt weer terecht bij de tegenstander. Ja, dan is het alsnog hangen. De score is geopend. Het is 1-0. Nummer 8, Teun Koopmeiners. Goed gehandeld. Anders was het de kans geworden. Niet meer aan de bal na die tackle. Aanval wordt afgestopt. Gevaarlijke steekbal. Blijft aan de bal. Nou, die mag er best in hoor, als gelijkmaker. Doelpunt, hij zit erin en we staan weer gelijk. Nou, dit is wel ongelooflijk. Wat een geweldige wedstrijd is dit, joh. En het kan alle kanten op, hè. Dit is nog eens omschakelen, hè. Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè? B.
Beide teams hebben nu gescoord. 1-1. Speciale mededeling. Niet geschoten is altijd mis. Ik herhaal. Niet geschoten is altijd mis. Hoi, langs de tegenstander. Pak het dan voor de voorsprong. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Ik ben benieuwd of ze iets van deze hoekschop weten te maken bij deze gelijke stand. De bal komt voor het doel. Hij wordt weggewerkt. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. Timo Letschert. Frederik Mitsje. Dani de Wit. En een offensief van AZ. Koekoek, die zit en zo komen ze voor. Deze goal wordt ingeleid door een knappe individuele actie van deze speler. Die de verdedigers afschudt en oog in oog komt te staan met de keeper. Ja, dat is erom van te smullen. Zo'n knappe dribbel. En dan ook nog mooi afgerond. Het balbezit is vaker voor de thuisploeg. Maar zo heel veel goede kansen heeft dat nou ook weer niet opgeleverd. Ze zullen het tempo echt wat moeten opvoeren. En nu snel schakelen voor de counter. Nee! Ja, en dan belandt de bal gewoon in de handschoenen van een doelman. Ik denk dat hij zelf ook wel verbaasd is, hoor. Van zo dichtbij, nog wel. Dani de Wit. Een sliding, maar hij springt er overheen. Hij schudt de tegenstander van zich af. Hij kan nu gelijk maken. Het spel gaat verder naar die redding. Schot op de paal en achter. Karlsson. AZ. Benut de ruimte. Rukt op. Over de vleugel. Hij zorgt dat die paas niet aankomt. Gevaarlijke steekpaas. En hij is er door. Redding, maar de bal blijft in het spel. Heel knap weggewerkt die bal. Schotkans verkeken. We gaan de rust in. En het scorebord zegt 2 tegen 1. We gaan de rust in zoals het hoort, 2 tegen 1. We gaan gauw verder. AZ gaat aan de leiding naar de eerste helft. Wat zal de tweede helft ons brengen? Door die tackle is hij die bal kwijtgeraakt. Hij speelt zijn tegenstander voorbij. Naar de andere kant van het veld gespeeld. De Alkmaarders in de aanval. Deze tackle loopt goed af. Brouwers. Goed gezien van hem. Gaat dit wat worden? Bal veroverd. In de eigen 16. Die bal is een makkie voor de keeper. Daar gaat hij langs de tegenstander. Komt hij tot een schot? Een verschrikking voor elke voetballer. Een eigen doelpunt. Ja, dat is duidelijk een eigen doelpunt. Autogoal. We zien dat nog een keer in herhaling hier.
pijnlijk zeg. Oeh, au, 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 au. Maar ja, dat gebeurt wel eens in het heetst van de strijd. En de stand is weer gelijk. Wat een spannende wedstrijd is dit toch. En let goed op en onderschept die paas. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Fredrik Mutsje. Het loopt nu goed af. Hij gaat over de lijn. Inworp. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Ze ontlopen elkaar weinig vandaag. Dat zien we ook terug in deze cijfers. Evenveel balbezit. Ziet, stop! Daar komt de goal aan volgens mij. Geweldig ingegrepen bij die schietkans. Bal veroverd. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Dit zou wel eens iets kunnen worden. Schot is onderweg. Ja! En een redding. En ze gaan de hoekschop nemen. Gesteund door het publiek. Hier kunnen ze op voorsprong komen. In het midden van de 16. Ja, redding, yes. Oh, dat doet hij fantastisch zeg. Want van dichtbij wordt die bal op doel gewerkt. Maar hij reageert heel snel. En dan voorkomt hij het doelpunt. Je kunt duidelijk merken dat de thuisploeg wel content is met een gelijkspel. Ja, de supporters van de uitploeg die willen winnen. En hebben het idee dat de thuisclub hier tijd probeert te rekken. Ik kan me hun frustratie wel indenken. Hij weet het de bal te ontfutselen. En wat balen ze op de tribune. Het zag eruit als een strafschop. En ze zijn het niet eens met die beslissing van de scheidsrechter. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Hij is er voorbij. Ja, wat doet hij dan met deze kans? Helemaal niks. Deze kan het doel maar makkelijk pakken natuurlijk. Ja, ik geloof niet dat de keeper hier nog... En nu snel schakelen voor de counter. Indrukwekkend verdedigd daar. Maar en het gevaar is weg. De doelman houdt de inzet van dichtbij tegen. En dat doet die keeper toch heel knap. Echt petje af. Geen probleem voor de keeper. Hij zag hem al lang naast gaan. Er is een wissel in voorbereiding. Danny de Wit. In plaats daarvan komt nummer 24. Gianni Reinders. Dit begint op een aanval te lijken. Ja, daar ligt de bal in het net. Maar er wordt gefloten voor buitenspel. Ja, dus kunnen ze stoppen met juichen. Het scheelde heel weinig. Maar ik denk wel dat de arbitrage gelijk heeft. Deun Koopmeiners. Ze komen weer in balbezit. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Ja, gevaarlijke steekbal. Knal! Boom! Raak! Koek, koek! Wat een slotfase beleven we hier. Daar is een goal. En die levert hun de voorsprong op. Nou, wat een apotheose zeg. En wat een feest daar bij die supporters. Het was alweer het vijfde doelpunt. 3-2. Een sluwe steekpaas. Oh, helemaal gestrekt. Wat een redding zeg. Ja,
Het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Hij neemt hem kort. En dat is opnieuw een corner. Deze wordt kort genomen. Teruggelegd op een teamgenoot. Teun Koopmeiners. Hij zorgt ervoor dat schot smoort. Ze zetten hem onder druk. Al vroeg druk gezet. Hij kan nu gelijk maken. En opnieuw weet hij dat schot te blokken. Kuipers. De vierde official geeft aan dat er 3 minuten extra speeltijd bij komt. Zou wel eens wat kunnen worden. Uitstekend gezien hoor. Prima interceptie. Een kans om te scoren. Weer een doelpunt. Ze lopen verder uit. Dit is een enorm staaltje van individuele klasse, zie je het. Voortreffelijk gedaan. Die speler wordt gepasseerd alsof hij lucht is. Een hele knappe actie. En de scheidsrechter fluit. Ze winnen voor eigen publiek. Hierbij winnen we met 4-2. Ik bedank je voor het kijken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je dan snel. Druk op het abonneren knop hier beneden. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten op een van onze video's, laat dan een like achter op een van onze video's. Mocht je nog geen reactie hebben geplaatst, plaats dan een reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden. En voor nu bedank ik je nogmaals voor het kijken. En tot de volgende gameplay.